Dit was Boris. En hier is Boris gevonden in Hurwenen. In een plastic zak op het strandje bij de Waal. Hoewel Boris nog jong was, hadden de twee een enorme band. Boris is bij mij gekomen bijna 2 jaar geleden. Hij zou in mei 2 geworden zijn. En is bij mij gekomen in een privé vervelende periode. Dus het was echt een maatje, van kit en af aan. Tot Boris de eerste week van december niet thuis kwam. Zoeken bleek vruchteloos. Afgelopen maandag werd Boris doodgevonden aan de Waal. Moedwillig vermoord, denkt Jules. De dierenarts heeft Boris onderzocht. Er waren geen uiterlijke verwondingen zichtbaar. Plus het feit dat een vuilniszak dichtgeknoopt is waar hij langs lag. Is dat voor mij een helder verhaal. Iemand heeft Boris gedood, in de zak gestopt en gedumpt. Hoe hard dat ook klinkt, maar zo is het en niet anders in mijn ogen. Het zoveelste geval volgens de buurt Facebookgroep die een beloning heeft uitgeloofd. Dat doen we met bewoners, willen we daar een geldbedrag voor neerleggen. En daar hopelijk, we hebben nu zo'n €300, hopelijk komt daar nog meer bij. En dan hopen we daar de gouden tip mee te vangen. Dus als de kattendoder van Wamel naar deze uitzending kijkt... Hou ermee op, stop ermee. Ga naar iemand die er verstand van heeft, ga ermee praten, want je bent ziek. Er moet wat met je gebeuren. En stop met het mishandelen, doden van dieren.